Welkom bij het webinar van UBM'ers locatie Maastricht, praktijkonderwijs en ons Zwedde. Speciaal voor jullie, leerlingen van groep 8. Mijn naam is Karin Gremmen en ik ben teamleider hier op locatie Maastricht. Nou, mijn naam is Annette Mulder. Ik ben een brede mentor. Dat betekent dat ik veel meer lessen geef aan mijn eigen basisklas. Zo doen we dit hier aan de Maastricht. En daarnaast geef ik nog Nederlands aan klas 1 en 2, basis en kader. Nou, wij presenteren vandaag dit webinar. Jullie hebben al hele mooie vragen ingestuurd en het panel zit al klaar om die straks te gaan beantwoorden. We zullen het panel even aan jullie voorstellen. Aan deze kant zit Feline, leerling van Onsvedde. Daarboven mevrouw De Heij, docent Nederlands uit Onsvedde en ondersteuningscoördinator. Mevrouw Drent, docent Engels en mentor van een HAVO-klas. Meneer Spijker, de conciërge van locatie Maastricht. Meneer Westerhof, techniekdocent en ook mentor van een kader 2-klas. En Emma Akse, leerling van de Maastricht. Welkom allemaal. Nou, vorige week hebben jullie misschien de uitzending van RTV 1 al wel gezien. Nou, daar kon je vooral zien wat UBM'ers te bieden heeft. Maar vandaag staat de brugklas centraal. Ja, want je wilt toch als leerling weten waar je terechtkomt en hoe het eraan toe gaat. We gaan zo beginnen met jullie vragen. Maar het kan zijn dat je nog een vraag wilt stellen. Dat kan in de rechterkolom in de chat. En achter de schermen zitten docenten van UBM'ers voor jullie klaar om jullie vragen te beantwoorden. Meneer Leininga, mevrouw Rijmakers, mevrouw Visser en mevrouw Niemeyer. En mochten we niet genoeg tijd hebben om al jullie vragen vandaag te beantwoorden, dan zetten we die allemaal even in de mail deze week en die sturen we naar jullie toe. En mocht je een vraag hebben dat we even contact moeten opnemen met jou of met je juf of meester, dan doen we dat zeker. Nou, we gaan beginnen met de eerste vraag. Feline, heb jij een vraag? Altijd in magister en dan kan je bij huiswerk kijken wat je eigenlijk moet doen voor de dag. En werkt dat goed? Ja, dat werkt heel goed. Maar je moet natuurlijk wel even goed kijken of er wat in staat. Want anders komt er ook in magister te staan dat je je huiswerk vergeten bent. En dat is niet zo goed. Nee. Daar moet je om denken. Ja. Oké. Dan gaan we verder naar mevrouw De Heij. Een goede vraag. Ja, ik heb alleen maar goede vragen natuurlijk. Ik heb hier een mooie vraag. En daar staat, kom ik na de zomer bij mijn oude leerlingen van groep 8 in de klas? En dat is verschillend per locatie. In Onsvedde zijn we niet zo heel erg groot. En kom je als je in elk geval hetzelfde niveau hebt bij elkaar in de klas. Hier is de school veel groter in het Stadskanaal, Maastricht. En daar wordt wel rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes. Dat ze bij elkaar in de klas komen en dat ze met elkaar mee kunnen fietsen. En soms zijn er uitzonderingen en dat wordt dan met elkaar opgelost. Dankjewel. Mevrouw Drent. Ja, ik had een vraag over hoe groot de school ongeveer is. Op deze locatie hebben wij ongeveer rond de 400, 450 leerlingen elk jaar. Ik weet niet hoe het in Onsvedde is, iets kleiner dacht ik. Ja, Onsvedde 220. Oké. Dankjewel. Meneer Spijker, de conciërge. Ik heb een hele mooie vraag gekregen van Gideon Folders. Gideon zit op de rank in Onsvedde. En die vraagt, en dat is eigenlijk een vraag voor de leerlingen. Hoeveel tijd heb je om van het ene lokaal naar het andere te komen? En jullie hebben sneakers aan, dus moet je echt rennen of valt dat mee? Dat valt wel mee, gelukkig. Ja, hè? Het is een normale wandeltijd van het ene lokaal naar het andere lokaal. De lessen lopen wel in elkaar over. Dus de ene les is om 9:15 afgelopen en dan begint les 2 eigenlijk ook al. Maar je hebt rustige tijd om heen en weer te wandelen. Meneer Westerhof. Ik heb een hele goede vraag van Finn de Vries op de Maasborg. Eigenlijk zijn het drie vragen in één, dus ik lees ze alle drie gewoon even op. Hoeveel lesuren zijn er per week? Hoe vaak is er gym en hoe lang is de middagpauze? Nou, er zijn 31 lesuren voor alle leerlingen per week. Hoe vaak is er gym? Nou, wij zijn een school die sportief is, dus drie gymuren per week. En hoe lang is de middagpauze? Je hebt 2 keer pauze. De eerste pauze is 20 minuten en de tweede pauze is 25 minuten. Super. Ja, bedankt. Emma. Ja, en ik heb een vraag van Marit. Van hoe laat begint de school voor VWO? Nou, voor alle niveaus die hier op school zitten beginnen meestal alle lessen om 8:30. En soms heb je een eerste uur of een tweede uur vrij. Dus ja, eigenlijk gewoon meestal om 8:30. Maar Emma, moet je dan om 8:30 kun je dan de school nog binnenkomen? Nou, dan moet je in de les zitten.
Anders moet je te laat briefje halen. Oh. Maar ik zou eerst eerder op school zijn om dingen nog in je kluisje te leggen. Je jas en al die dingen. Ja, want je moet even rustig je jas ophangen. Ja. Wat in je kluisje doen. En dan nog naar de les toe lopen. Ja, dat. Okay. Hoe laat ben jij meestal op school? Ik ben meestal rond 7:50 op school. Mooi op tijd. Ja. Geen te laat briefjes. Nou, nee. Want waar haal je dat te laat briefje dan? Bij de conciërge, bij de Spijker. Oeh. Ja. Maar nog nooit gezien, meneer Spijker. Niet als te laat zijn. Nee. Goed zo, even checken. Ben je ook altijd op tijd in de les? Ja. Oh, heel goed. Oh, twee voorbeeldige leerlingen. Ah, dat zal jullie ook gebeuren hoor. Heb jij nog een vraag? Ik heb een vraag van Dinant. Hoe laat beginnen de lessen? Dat is natuurlijk verschillend, maar hier op de Maastreef is het om 5:30, maar in ons wel is het om 8:30 gewoon. Maar dat is eigenlijk hetzelfde antwoord als je het eerste of eerst 2 vrij bent. Dan kan je iets later op school zijn. Ja, dankjewel. Mevrouw Dij. Ja, ik heb een hele mooie vraag. Die gaat specifiek over het VWO. Er wordt gevraagd of er een mogelijkheid is om tweetalig onderwijs te volgen. Nou, dat kan in ons Twedde niet en dat kan hier ook niet. Maar er zijn wel hele andere mooie dingen die je hier kan doen en bij ons in ons Twedde. Ik weet dat hier plus op maat wordt gegeven. Als je ergens heel goed in bent in een vak en je met iets minder kan doen, dan kan je een uurtje eraf. En dan kan je iets doen wat je zelf mag kiezen, wat bij je interesse past. Bijvoorbeeld fotografie of iets met computers of tekenen. Ja, en dat plus op maat, dat is van VMBO basiskader, TL, HAVO, VWO, hè? Ja, alle richtingen. Ja, ja, dat is voor alles. En dat is hartstikke mooi, want iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen talenten. Ja. Dat is top. En je kan hier in Onemasdreef kiezen voor technasium en gymnasium. Dat is technasium is voor de HAVO en VWO, gymnasium alleen voor VWO'ers. En dan wordt er nog gevraagd, is er ook een debatclub? Nou, die hebben wij in ons Twedde wel. Elke woensdag het eerste uur kun je bij ons verhit debatteren. Wat leuk. En daar kun je dan vrijwillig voor aanmelden? Of hoe gaat zoiets? Ja, het zijn wel meestal de VWO'ers en de HAVisten. Die vinden dat over het algemeen ook het leukst. En voor andere kinderen zijn er weer andere mooie dingen om te doen. Oké, bedankt. Mevrouw Drent? Ja, ik had nog een leuke vraag van Freya. Die vraagt, wat is het verschil in vakken tussen TL en HAVO? En eigenlijk is het tussen alle vakken TL en HAVO niet een heel groot verschil. Het grootste verschil is dat HAVO heeft nog wel Frans en dat heeft TL heeft geen Frans. Die heeft wel, verder hebben HAVO en TL eigenlijk alle vakken hetzelfde. Dus qua vakken zit er niet heel veel verschil in. Alleen dus dat je op HAVO en VWO dus Frans erbij krijgt. Ja, ja, en ik had nog een vraag ook nog gekregen. Werk je ook met combinatieklassen? Volgens mij kun jij daar iets over vertellen. Ja, wij hebben op school een aantal combinatieklassen. Dit jaar hebben wij in basis en kader een combinatieklas. En in een TL en een HAVO combinatieklas. En een HAVO en een VWO combinatieklas. Dat houdt eigenlijk gewoon in dat je, je bedoelt eigenlijk gewoon je eigen niveau. Je zit op VWO of je zit op HAVO, maar je zit toevallig gewoon bij elkaar in hetzelfde, in dezelfde klas. Maar de docent geeft jou gewoon, als jij een HAVO-leerling bent, krijg jij gewoon HAVO-les. En de leerling misschien die naast je zit, die zit op VWO, die krijgt VWO-les. Dus je hebt ook je eigen boekenpakket. Zit je bijvoorbeeld in zo'n HAVO-TL-combinatieklas, en dan heeft de HAVO-klas heeft Frans, dan betekent dat TL op dat moment dus geen Frans heeft. En die heeft waarschijnlijk dan een extra uur Duits. Ja. En als de uitleg wordt gegeven, bijvoorbeeld tijdens Nederlands, betekent ook dat ze even moeten wachten op de andere niveaugroep. Ja. En krijgen ze op hun eigen niveau les. Ja, en ik denk dat het heel erg overeenkomt met wat kinderen misschien gewend zijn van basisscholen. Dat ze in een combinatie zitten van groep 6, 7, 8. Dat een docent dan even bezig is met groep 6 en dat groep 7 en 8 zelf even aan het werk moet gaan. Daar komt het eigenlijk gewoon een beetje op neer. Ja, heel goed. Leuk. Dankjewel. Ik krijg ook al vragen binnen, dus jullie sturen in de rechterkolom al een heleboel vragen in. Hartstikke goed. Blijf dat vooral doen. Meneer Spijker? Ja, ik heb een hele mooie vraag van Thomas Mellema van de OWS uit Gieten. En Thomas die vraagt, wordt er rekening gehouden met bustijden? En er is dus uiteraard, houden we daar rekening mee. Als je met de bus komt, mag je in les 1 mag je te laat komen, maar in les 2 al niet meer. Dus je moet altijd zorgen dat je dan op tijd op school bent. Je kunt de buspas kun je aanvragen via je mentor. En dan wordt er even duidelijk uitgelegd hoe en wat. Maar er is een vrijstelling voor bijna les 1. Of nou, een vrijstelling, maar daar mag je iets later in komen. Ja, want je mentor, dat noemen meer mensen, dat is eigenlijk je juf of je meester nu op de basisschool. Maar straks heb je 1 mentor, hè? Ja. Ja. Oké. Dus dat is je juf of je meester, zeg maar.
Je kijkt mij heel mooi aan. Ja. Ik ga maar verder met de volgende vraag. Hebben we een laptop nodig? En zo ja, wat voor een laptop? Nou, vanaf volgend jaar gaan we in klas 1 starten met een laptop. Dus alle leerlingen wordt verwacht dat ze een laptop aanschaffen. Dat kan via school, daar komt eventueel nog informatie over. Dan kun je via school bij een extern bedrijf kun je een laptop aanschaffen. Je mag natuurlijk ook zelf een laptop aanschaffen. Maar dit moet wel een Windows laptop zijn waar Office 365 op draait. Dus geen Chromebook. Geen Chromebook. Oeh, belangrijk. Ik heb hier een vraag binnengekregen. Nou, misschien kunnen wij er even naar kijken. Ik weet niet precies van wie die is. Dat staat er niet bij. Maar er wordt in ieder geval gevraagd. Hoe wordt er gewerkt in groepen of zelfstandig? Nou, volgens mij... Ja, dat kan in sommige lessen kunnen echt klassikaal zijn. Dat je gewoon echt dat je zonder groepen werkt, maar kan ook in tweetallen zijn, wordt er ook samengewerkt, toch? Maar en bij Nederlands, volgens mij zijn er ook opdrachten. Dat ook je in groepjes. Vier kan werken. Ja. En bij techniek gebeurt ook wel heel veel dat in groepen wordt gewerkt. Dan hebben we een soort relatiesysteem, klopt dat? Ja, bij techniek werken we met een relatieschema. Dus dat is eigenlijk wat je in vier groepen ingedeeld. En dan iedere week doe je weer een ander onderdeel. En dan... Eigenlijk proberen we altijd dat je eerst vragen aan elkaar stelt, dus binnen jouw eigen groep, en daarna pas bij de docent komt. Ja, oké. Goeie vraag. Even kijken, volgens mij gaan we naar Emma. Ja, ik had ook nog een vraag, hoeveel praktijk heb je in de week? Nou, je hebt beeldende vorming, natuur en techniek, natuur en gezondheid, en daar kook je soms wel ook eens. En natuurlijk LO. En dat doe je ook. En als je aan het koken bent bij natuur en gezondheid, wat maak je dan? Nou, laatst moesten wij appelmoes maken, maar dat ging dan wel thuis. Oh. Maar toen hebben we appelmoes gemaakt. En ja, dat was heel leuk om te doen. Heel goed. Ja. Ja. Wat vind jij het leukste vak? Ik vind Frans heel leuk. Omdat, ja, het is ook een hele leuke docent. En het is gewoon een heel leuk vak. Ja. En een mooie taal. Ja, en een mooie taal. Ja, jij dan, Feline. Wat is jouw leukste of interessantste vak? Ik vind beeldende vorming wel leuk. Gewoon tekenen en zo. Dat vind ik wel leuk. Het doen, bezig zijn. Ja, ja, oké. Okay. Heb je nog een vraag, Feline? Van Charlene. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Wat doen jullie als er gepest wordt? Als er gepest wordt, dan is het verstandig om naar de mentor te gaan. En dan lost die het meestal weer verder op. Dus zelf hoef je daar niet heel veel aan te doen, behalve aan je mentor te vertellen. Is dat belangrijk om het wel te vertellen? Ja, want anders gaat het maar steeds meer door en dan komt het niet goed. Nee. Niet bij jezelf houden. Ja, gewoon aan iemand vertellen. Van jou. Mevrouw De Heij. Ja, ik heb nog een mooie vraag over hoeveel verschillende leerkrachten kinderen krijgen. Want je bent natuurlijk gewend in groep 7, 8 dat je 1 of 2, nou eigenlijk nooit 3 leerkrachten hebt in de week. Nou, als je op het voortgezet onderwijs zit, is dat natuurlijk wel zo. Dan heb je in principe voor elk vak een andere docent. Dus je hebt heel veel verschillende gezichten op een dag. Tenzij je, zoals mevrouw Mulder, meer vakken geeft. Bij Basis Kader is dat vooral het geval. En dan heb je iets minder verschillende docenten. Maar in principe heb je voor elk vak een andere docent, andere leerkracht. En hoe gaat het met de brede mentor? Want er zijn verschillende vakken. Hoeveel verschillende vakken zijn dat? Nou, dat kan van wiskunde, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands. Dus dat zijn eigenlijk heel veel vakken. Ja. Mooi. Ja. Ja. Zo hadden we wat meer overzicht. En nou zit je vaker bij 1 docent. Ja. En dat vinden basisleerlingen soms heel prettig. Ja. Ik kan me goed voorstellen. Ja. Mevrouw Drent. Ja, ik heb een vraag die denk ik door best wel veel leerlingen ook, wat veel kinderen willen weten. Wat gebeurt er als een les uitvalt? Bijvoorbeeld als een leraar ziek is. Je zou eigenlijk hopen dat je gewoon een uur vrij bent en gezellig in de aula met z'n allen kan keten en gezellig kan hebben. Maar helaas doen wij hier op school niet aan tussenuren. Als een docent vrij is, dan gaat de roostermaker eerst proberen, of een docent ziek is, dan gaat de roostermaker eerst proberen om het rooster dicht te roosteren. Dat je gewoon een verschuiving van je uur hebt. Is dat niet mogelijk, dan komt er een andere docent die op dat moment een uur vrij heeft. Die komt dan bij die klas in de les zitten en die gaat met die klas gewoon bezig. Misschien met het vak wat je op dat moment had. Of die heeft een vervangende opdracht. Dus helaas ben je niet vrij en kan je gezellig iets leuks gaan doen. De infoleraar zal het altijd wel enigszins gezellig maken. Maar het is wel gewoon een normaal lesje wat gewoon doorgaat. En ik zie Emma al ja knikken. Emma. Ja, soms valt er een uur uit, maar ik heb... Nog nooit een tussenuur gehad eigenlijk en het wordt altijd inderdaad, of je hebt een inval, iemand die wat van de les maakt en ja, anders maakt de roostermaker, die doet het rooster gewoon.
in elkaar. Ja, dan kan het soms zijn dat je 's ochtends ietsje later moet beginnen. Ben je bijvoorbeeld eerst uur vrij? Ja. Kan, of dat je 's middags ook iets eerder vrij bent. Mm-hmm. Ja. Wat checken jullie 's morgens eerst magister voor je naar school gaat? Ja. Hoe laat moet je dat dan doen? Ik doe dat meestal als ik net wakker ben. Dan kijk ik of er nog iets is uitgevallen of dat ik eerder naar school moet of later naar school moet. En volgens mij is het zo dat er vanaf 7:15 komen er geen veranderingen meer in magister. Nee, dus dan kan je er wel vanuit gaan als je kijkt. Dit is mijn rooster voor vandaag. Ja. 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 Oké. Meneer Spijker. Ja, ik heb een vraag van Jurgen Greven van de Baldakijn. En Jurgen vraagt, is er ook een introductie dit jaar? Ja. Maar ja, goed, we zitten met corona natuurlijk, dus op dit moment kunnen we geen kinderen op school ontvangen eigenlijk van buitenaf. Dus we zullen even moeten afwachten tot in ieder geval wat er vanavond wordt verteld door meneer Rutte, meneer De Jong en in de toekomst. Dus voorlopig nog even geen introductie, maar als het kan, dan proberen we dat toch wel op te pakken, denk ik. Ja, dat klopt hoor. Ja, want we hebben afgelopen jaar zaten we natuurlijk ook met de nieuwe brugklassen. Ik loop even een stukje naar jou toe. Ja, want de nieuwe brugklassen die we dit jaar hebben ontvangen, zijn wel binnengekomen bij ons, maar moesten allemaal hier in de aula op 1,5 meter zitten. Dus het was iets andere introductie van hoe leer je klas dan kennen, maar ze konden elkaar wel even zien. En het introductieprogramma was ook aangepast, maar goed, we hopen jullie natuurlijk wel voor de zomervakantie, wanneer je bij ons komt, al wel te ontvangen, dan op een aangepaste manier binnen of op 1,5 meter afstand. Ja, ja, dat is toch wel fijn, hè? Dat we elkaar gewoon weer kunnen zien. Ja, dan kun je alvast even de sfeer proeven in het gebouw. Dus laten we hopen dat het allemaal mogelijk is. Ik heb nog 2 vragen tussendoor. Ik doe er eentje van even tussendoor voor u aan, meneer Westerhof. Is dat goed? Ja, oh, gelukkig. Ik heb een vraag van Roos. Een Roos vraagt, mag je ook in plaats van een laptop een iPad gebruiken? Nou, nee Roos, want je moet Office 365 erop kunnen laten draaien. En dat moet dus een laptop zijn. Dus een iPad kan helaas niet. Meneer Westerhof. Hartstikke goed. Goeie vraag van Hendrik Bolmer van de Theo Thijssen school uit Boven Pekela. Wat wordt er zoal in de kantine verkocht? In de kantine worden natuurlijk gezonde broodjes en fruit en een smoothie verkocht. En ongeveer gemiddeld 1 keer per week zie je mij ook in de kantine. Want dan is het ongezonde snack aan de beurt. Dus meestal is het gezond. En meestal is het 1 keer in de week ook ongezond. En dan, dan moet je hopen dat je voor mij bent. Anders dan. Is het uitverkocht. Hoe is dat? Hoe is dat in ons verder? Is het ons verder ook zo? Bij ons hebben we elke dag broodjes knakworst. En volgens mij 1 keer in de week meestal een broodje gezond. En dat kan je dan gewoon kopen. En er staan ook. Er staan ook verschillende automaten. Eentje met water, daar kan je gewoon je bidon, als je die mee hebt, kan je die er gewoon onderhouden. Dat kost niks, hè? Dat kost nee, geen water mee. Kost niks. En we hebben ook nog een automaat met cola en zulke dingen. En ijs zit volgens mij ook in. En nog een snoepautomaat met snoepjes erin. Ja, als je elke dag je brood moet kopen. Ik weet niet hoeveel zakgeld jullie krijgen, maar ik denk niet dat dat te betalen is. Dus neem ook gewoon je eigen broodje mee. En als je een keer zin hebt, koop je lekker wat in de kantine? Of kopen jullie elke dag wat in de kantine? Nee. Af en toe is een keer lekker, hè? Ja. Feestje. Ja, en ik heb ook nog een vraag van Tania. Tot hoe laat moet je elke dag naar school? Nou, dat verschilt per dag. De ene keer moet je tot 4 uur naar school. De andere keer ben je om 12 uur al vrij. En het verschilt wel erg. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Feline? Hoe meld je je ziek als je ziek bent? Dat doen je ouders. Die kunnen dan naar school bellen en zeggen dat je ziek bent. Of als je maar 1 uurtje afwezig bent, dan moeten ze ook even bellen dat je niet de hele dag ziek bent. Maar als je echt de hele dag er niet bent, dan kunnen je ouders het ook op magister melden dat je er niet bent. Maar als je het op magister meldt, dan ben je gelijk voor de hele dag absent. Dus als je dan maar 1 uurtje er niet bent, dan is het niet zo handig om dat op magister te doen. Dus bijvoorbeeld als je naar de tandarts moet of de orthodontist of de huisarts. Dan is het handig om te bellen. Ja. Ja. En hoe gaat het dan met je huiswerk? Want je bent de hele dag ziek. Hoe gaat dat dan? Als je echt heel ziek bent, dan hoef je het niet per se te maken. Maar als je gewoon verkouden bent of zo, dan moet je wel gewoon je huiswerk maken. Okay. Ja.
Ik hoor nu al heel vaak het woord magister genoemd worden. Maar ik vraag me eigenlijk af of de kinderen thuis eigenlijk wel weten wat magister is. Nou, misschien is het even handig om het uit te leggen. Ja, heel goed. Wat we nou vaak genoemd hebben. Kijk op magister voor je rooster. Meld je ziek via magister. Magister is bij ons op school een volgsysteem. Waarin eigenlijk heel veel dingen staan. Je cijfers worden erin bijgehouden. Maar ook je rooster wordt er dus in bijgehouden. Je kunt dus elke dag je rooster daarin checken. En ook voor de komende weken. De proefwerk, het huiswerk, alles wordt in magister neergezet. En dat is eigenlijk misschien wel even handig om te weten. Ja. Je krijgt zelf een eigen inlog als je op school komt. En je ouders krijgen ook een inlogcode. Je ouders kunnen alleen bijhouden wat je cijfers zijn en wat je huiswerk gaat zijn. Als leerling zelf heb je ook nog iets meer mogelijkheden. Dat je bijvoorbeeld met een docent een bericht kan sturen. Dat dat ook een beetje een contact is wat je kan hebben met een docent. Dus, en of opdrachten inleveren. Ja. Kijk, dat hebben je ouders dan niet. Maar je ouders kunnen helaas wel alles van je bijhouden. Of je ook huiswerk hebt. Of je misschien een slecht cijfer gehad hebt. Kan je niet stiekem je proefwerk verstoppen. Want helaas gaan ze dat wel allemaal zien. Maar moet een leerling dan ook shoppen voor een nieuwe agenda? Of hoeft dat al niet? Nou, bij ons op school is nog steeds wel dat wij willen dat je een agenda aanschaft. Wij vinden het gewoon belangrijk voor kinderen dat ze leren hoe ga ik om met een agenda. Hoe kan ik goed plannen in een agenda. Het geeft je een goed overzicht per week wat je moet doen. En dat is gewoon wel goed om sowieso die basisvaardigheid te leren. En het kan natuurlijk een keer zijn dat je wifi niet werkt, dat internet eruit ligt, dat magister een storing heeft. Ja, en dan weet je misschien niet wat het huiswerk is geweest. En dan heb je het altijd nog in je papieren agenda staan, dat je altijd even kan checken. Oké, ik moest dus dit doen. Ja. Ah, mooie aanvulling, mevrouw Drent. Dank u. Ik heb een vraag binnengekomen net via de chat. Mevrouw De Heij, misschien kunt u die beantwoorden. Is er in Onstwedde ook een TL-HAVO-klas? Nou, er werd hier iets verteld over combinatieklassen. En ik vertelde eerder al dat wij niet zo'n grote locatie zijn. Dus wij werken heel veel met combinatieklassen. TL-HAVO hebben we eigenlijk niet zo vaak. We hebben meestal basiskadercombi's en TL heel vaak apart. En we hebben dit jaar dan toevallig een kader-TL-combinatie. En HAVO-VWO zit ook altijd bij elkaar in. Maar een TL-HAVO, ik werk nu 6 jaar in Onstwedde, die heb ik nog niet gehad. Maar dat ligt ook een beetje aan hoeveel leerlingen er aangemeld worden. Ja. En je kan niet in één klas 35 doen en in een andere klas maar 15. Dus dan, het kan dus wel, maar niet standaard. Nee. Ik weet niet van wie de vraag is gekomen, maar ik hoop dat die zo beantwoord is. Bedankt. Ik hoop het ook. Mevrouw Drent, wilt u nu verder naar de volgende vraag? Prima. Ja? Ik heb nog wel een leuke vraag. Ik denk dat ook sommige kinderen daar nieuwsgierig naar zijn. Hoe groot zijn de brugklassen? En dat verschilt een beetje. Over het algemeen zijn de meeste brugklassen, TL, HAVO, VWO, gemiddeld tussen de 25 en 30 leerlingen. De basiskaderklassen zijn iets kleiner. Misschien dat jij me best wel iets meer. Volgens mij kader zit, dacht ik, tussen de 25. En basis is rond de 15. Ja, die is net 17. Even nog ietsjes kleiner. Ja. Maar dat is in principe is dat dan ongeveer de klasse groot. En het verschilt gewoon per keer, per jaar, per klas. Ja, zoals net ook aan mevrouw De Heij had het ook al aangegeven. Wil je dan wel heel graag bij iemand in de klas? Nou, dan kan je dat altijd aangeven. Of juist niet, dat is ook een mogelijkheid. Ja, kan allebei. Dat kun je altijd aangeven. Ja. Bedankt. Meneer Spijker, u zit er een beetje stilletjes bij trouwens. Okay, zo stil bent u anders nooit. Nee, ik moet wel nu. Dus, maar daar komen ze nog wel achter. Ik wil even een aanvulling doen op de verkoop in de keuken hier op school. Ja. Want op school hanteren wij alleen pinbetalingen. Dus je kunt niet cash betalen hier in de keuken. Het enige wat je nog cash kunt kopen hier, dat zijn proefwerkblokken. Maar verder voor de rest. Als je iets wilt kopen in de keuken, dat kan alleen via de pin. Ja, dus je moet als leerling eigenlijk een pin, een pinpasje hebben. Ja, of die van je vader of moeder of verzorger meenemen, maar dat is misschien niet helemaal. En dan heb ik een vraag van een jongeman die vraagt of er ook een plek is voor elektrische fietsen. Oh. En om die fiets op te laden. Nou, dat zal de batterij zijn erop laden. Dat kan altijd geregeld worden bij de conciërge. Maar echt specifiek een parkeerplaats voor elektrische fietsen. Hebben wij niet. Hebben we niet. Kunnen we misschien wel eens over nadenken om te kijken of we dat ergens kunnen stallen of een plek kunnen maken. Maar op dit moment hebben we dat niet specifiek. Maar het opladen van de batterij, er is geen probleem. Dat kan altijd. Dat kan altijd bij ons op kantoor. U bent van alle markten thuis. Ja, dat moet kunnen. Hè? Ja. Feline, hoe gaat het bij jullie in Onstwedde? Hoe betaal jij in de kantine? Wij kunnen nog alleen contant betalen. Alleen contant. Wij hebben niets dat je met de pinpas kunt betalen. Nee.
Dus contant. En de maatstreven is met de pinpas. Ja. Oké, mooi. Meneer Westeraf. Ja, ik wil ook nog even aanhaken op de praktijkvakken die net werden benoemd. In klas 1 heb je natuurlijk best veel praktijkvakken. Als je dan doorgaat naar klas 2 basiskader zit nog op deze locatie. Dan heb je 6 uur in de week heb je een praktijkvak. Je kiest aan het eind van leerjaar 1 kies je of M&D of je kiest techniek. En heb je 6 uur in de week techniek of 6 uur M&D. Als je dan doorgaat naar de Engelandlaan, dat is de theoretische leerweg, dan heb je in plaats van 2 uur NNT ga je naar 4 uur NNT. En daarna ga je in klas 3 en 4 zijn we nu bezig met praktijkgerichte vakken. En heb je 5 uur in de week een praktijkgericht vak. En voor de HAVO-VWO hebben we technasium. Dus eind leerjaar 2 kies je voor technasium. En dan dat is ook een praktijkgericht vak. Dus uiteindelijk zijn we best veel met praktijk bezig hier op het UWO. Meneer Westerhof, misschien moeten we nog even... Je komt met de NNT. Wat staat NNT precies voor? Ja, NNT staat voor het vak natuur en techniek. Dat is natuurkunde, scheikunde en techniek. En dat is voor de HAVO-VWO-leerlingen is dat meer natuur en scheikunde. En voor de VMBO-basiskaderleerlingen is dat meer gericht op de techniek. Ja, want we gebruiken hier eigenlijk best heel veel afkortingen. Hè? Ja. Maar ach, dat zullen jullie allemaal nog wel leren en weten. Als je hier op school bent, dan weet je dat eigenlijk heel snel. Ik heb hier nog een vraag binnengekregen van Cecilia Davids van de Willibrordschool. Welke richtingen zijn er? Ik doe HAVO-niveau, maar twijfel nog best wel wat ik wil gaan doen. Ja, mag je dat eigenlijk alleen zelf bepalen als leerling? Nee, dat mag je niet zelf bepalen. Nee, dat ga je wel bespreken met je meester en met je ouders. Krijg je nog een adviesgesprek. En je juf of meester van groep 8, die zal ook de aanmelding sturen naar ons. En wanneer wij je gaan plaatsen, doen we altijd op advies van de basisschool. Dus ja, en nu is het natuurlijk al een hele bijzondere periode. We zitten nu in een lockdown. En ja, je moet een advies krijgen. En de minister heeft al gezegd, we moeten kansrijk plaatsen. Zo wordt het dan genoemd. En hoe gaat het dan hier, wanneer je hier in klas 1 zit? Ja, misschien word je bijvoorbeeld wel geplaatst op TL, maar het gaat zo goed. Dan gaan wij kijken en hebben gesprekken met jou, met je ouders en met je mentor. Want het gaat eigenlijk toch wel beter. Misschien kun je wel een niveau hoger. Maar we gaan je dan goed in de gaten houden. Want we snappen echt dat het een hele bijzondere tijd is. Ja. En als we kansrijk gaan plaatsen, ook een overleg met je juf of meester van groep 8 over een goede plek voor jou te vinden. En ik had hier nog een mooie vraag van Huub. Want Huub vraagt, zijn er ook combinatieklassen HAVO-VWO? Sluit er misschien wel een heel klein beetje op aan. Nou, net als met de TL en de kader, dat kan. Het kan zijn dat een HAVO-VWO combinatieklas is. Ligt ook een aantal kinderen natuurlijk wat we krijgen. Maar mocht het net zo uitkomen dat er een combinatieklas wordt gemaakt, dan kan het zijn dat er een combinatieklas HAVO-VWO komt. Wat mevrouw Drent al vertelde, dan wordt er lesgeven aan de HAVO-klas. Die kan aan het werk. En dan komt de uitleg voor de VWO-klas. Ja. Emma, heb jij nog vragen? Ja, ik had een vraag van welke vreemde talen krijg je allemaal in het eerste jaar? Nou, ik weet dat HAVO en VWO krijgen Frans. En Duits heb je ook. Alleen ik weet niet vanaf welk niveau er is. Maar en staat ook tussen haakjes Spaans. Maar dat krijg je alleen als je, hoe heet dat ook alweer? Plus op maat. Ja, plus op maat kiest. Ja, dat klopt. Ja, want wanneer je plus op maat kiest en je wilt misschien wel Spaans leren of misschien wel Chinees, wat je wilt, dan kan je dat kiezen binnen plus op maat. Ja, en VMBO basis en kader krijgt eigenlijk alleen maar Engels, dus vreemde taal. En vanaf TL krijg je er Duits bij en dan wat jij zei, HAVO, Frans erbij. Ja. Dankjewel. Maar goed. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Worden er leuke activiteiten georganiseerd? Nu met corona heb ik daar nog niet echt heel veel van meegekregen. Maar met Sinterklaas dan ga je wel met je klas meestal gewoon dat je gewoon een verlanglijstje maakt binnen een bepaald bedrag. En dan kan je een gedicht of een surprise. Dus dat hebben we dan wel met de klas gedaan. Dus dat is ook wel een leuke activiteit met de klas. Ja, eigenlijk doe je op de basisschool veel dingen samen. Maar hier doe je met je mentorklas ook nog dingen samen. Heb je ook iets van een mentoruur? Ja. 1 uur vast in de week met je mentor? En dan doen we meestal, dan vraagt de mentor meestal hoe het gaat en of er problemen zijn met de wifi of iets. En dan doen we meestal ook nog met de klas gewoon een spelletje of iets, gewoon leuke dingen in een mentoruur. Ja, dat is ook belangrijk hè, die leuke dingen. Ja. Niet alleen maar hard werken, maar ook die leuke dingen. Je moet ook heel leuke dingen doen. Mevrouw De Heij? Ja, ik wil even op Pauline inhaken, want ik ben zelf ook mentor van een 2 HAVO VWO klas. En die leuke dingen... Dat maakt ook, is groepsbindend. Hè? In de eerste weken van het nieuwe schooljaar
richten ons ook heel erg op groepsdynamiek. En dat zou hier niet anders zijn. Dus dat je, omdat je allemaal van verschillende scholen komt, dat je gaat proberen als mentor dat het de sfeer goed is. En dat er een mooie sfeer in de groep ontstaat. Maar dat je elkaar ook leert kennen. Van die leuke opdrachtjes van ga zo snel mogelijk op alfabet van je voornaam. Je eerste letter, de A staat hier, de Z staat daar. En samenwerkingsopdrachten, dat zijn we vooral de eerste periode heel erg mee bezig. En daarna is je mentor vooral in de eerste klas heel belangrijk van, hé, maar hoe ga je nu met je huiswerk om? Wanneer ga je dat maken? Waar begin je mee? Met het moeilijkste of het makkelijkste? Dus ja, de mentor is wel belangrijk en jullie zeiden dat net ook al. Je kunt het eigenlijk vergelijken met je meester of juf in de basisschool. Ja. Dat is je eerste aanspreekpunt en daar ga je dit soort leuke dingen mee doen. Ja. Ja, want er zijn best wel kinderen van groep 8 die vragen, maar ik wil eigenlijk wel leren plannen en leren leren. Leer je dat gelijk allemaal dan al in klas 1? Sommige kinderen pakken dat heel snel op en anderen hebben gewoon iets meer begeleiding nodig. En je mentor helpt je daarbij. Ja. Ja, dus ja, daar goed. Is de mentor belangrijk voor. Ja, want ik denk dat het ook belangrijk is dat jullie ook weten, je mag best zenuwachtig zijn hoor, als je hier naar school komt. Maar eigenlijk is iedereen dat. Maar het is voor iedereen nieuw. Wij zien ook allemaal nieuwe leerlingen. Maar jullie komen ook in de klas met allemaal nieuwe leerlingen. En de meeste leerlingen voelen dat echt zo. En na een weekje denk je, ach, ben jij het? En ik ken jou al. Dat loopt eigenlijk heel soepeltjes. Dat is ook door die leuke spannend, dingen, die kennismakingsopdrachtjes. Mevrouw Drent. Ja, misschien even leuk om aan te haken op de activiteiten. Wij hebben eigenlijk ook elk jaar, dit jaar wordt het een beetje lastig in verband met corona, hebben wij ook altijd een grote schoolavond hier op school. En dat is echt voor kinderen die heel erg houden van acteren en van dansen en van zingen en muziek maken. Dan wordt er een voorstelling voorbereid door kinderen voor kinderen. En dat optreden is altijd in Geert Thijs. En dat vind ik altijd, ja, kinderen vinden dat erg leuk. Die heel erg houden van, ja, net even wat extra's. Die gaan op dinsdagmiddag dan daar echt een tijd lang voor oefenen. En dan ergens in mei, juni hebben ze dan een optreden. En dat is altijd erg leuk, omdat het echt voor leerlingen, door leerlingen. En dat maakt het echt een enorm leuk, gezellige avond. Dus dat is een hele leuke activiteit. Ja, die en dat is voor alle kinderen van alle niveaus. Dus, ja, dus voor iedereen mag eraan meedoen. Dus dat is echt een ding wat wij hier op de Maastreef ook extra doen. Ja, zeker weten. Meneer Spijker. Ja, eigenlijk is mijn vraag net beantwoord. Hoe leer je omgaan met huiswerk? En het plannen van huiswerk, dat is net keurig netjes uitgelegd. Dat was van Thomas Mellema. Maar Thomas wil ook weten, komen er veel kinderen van buiten het Stadskanaal hier op school? Ik denk dat ongeveer de helft is ongeveer. Misschien wel iets meer dan de helft. Ja. We hebben heel veel kinderen ook van buitenaf. Dus, Ja, want als ik ook kijk naar mijn eigen mentorklas. Ik heb ze uit Gasselten, Gieterveen, Musselknaal, Nieuwbuinen. Eigenlijk alle kanten wel op, hè? Onstwedde. Ja. Hoe zit dat bij jullie, Guillaume? Ja, het heeft natuurlijk een regiofunctie. Hè? Net als hier Maastricht. Maar bij ons komen ze inderdaad ook uit Nieuwe-Pekela. Ik heb hier ook een vraag van iemand uit Nieuwe-Pekela. Uit Wedde, uit Vriesgelo. Ook wel uit Stadskanaal, dat komt niet zo vaak voor, maar we hebben ook wel leerlingen van Stadskanaal. Dus dat is hetzelfde als hier op de Maasdreef. Ja. En waar kies je een school ook op? Ik denk ook of waar je prettig voelt. Mooi in Onstwedde en vind je het daar prettig? Moet je daar lekker naartoe gaan en vind je het hier prettig? Ja, hoor, zeker. Dat is heel belangrijk. Je moet je gelukkig voelen op school. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, meneer Spijker, voelt u zich een beetje gelukkig hier op school? Iedere dag. Ja, absoluut. Iedereen kent meneer Spijker ook, hè? Dat is heel bijzonder. Als ze binnenkomen, gelijk meneer Spijker. De eerste. En als ze weggaan, altijd groeten, hè? Doei meneer Spijker, tot morgen. Of fijn weekend, uiteraard. Ligt er nou wat voor dag het is, maar ja. En dat maakt het ook zo leuk hier op school. Dat, kinderen komen binnen, groeten altijd. En als ze naar huis gaan, groeten ze ook. Dus prima zo. Visitekaartje van de school, de conciërge, zeg ik altijd. Dat wordt wel beweerd, ja. En dat doen we het best. Ja. Meneer Westerhof. Top. Ja, nou, ik had een vraag van Huub Wegman van het ankerrit uit Emmen. Mooi stukje weg, Emmen. Doen jullie ook in klas 1 aan de Lego League? Ja, zeker doen wij mee aan de Lego League. Alle leerlingen kunnen facultatief. Ja, dat is een beetje een lastig woord. Alle leerlingen kunnen meedoen in klas 1 met de Lego League, dus van alle niveaus. En wij strepen dan een aantal uren NNT strepen we dan weg. En dan tijdens de NNT-uren ga je bezig met de Lego League. En buiten schooltijd ga je bezig met de Lego League. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat onze Lego League hier in het Stadskanaal op het UWM is. Nou ja, die is groter als de Benelux landelijk. Dus zeker kun je hier meedoen met Lego League.
Ik heb nu via de chat ook nog een vraag binnengekregen. Hoeveel uren techniek krijg je op het VWO? Is dat iets wat u weet? Ja, in klas 1 hebben alle leerlingen 2 uur in de week natuur en techniek. Waarbij basiskader dus vooral gericht is op techniek. En vanaf TL, HAVO, VWO zit daar ook natuur scheikunde zit erbij in. Dus dat is 2 uur in de week. En in klas 2 ga je dus op de theoretische leerweg ga je naar 4 uur natuur en techniek. Techniek en natuur scheikunde. En bij HAVO, VWO ga je, kun je dus kiezen voor technasium. Dat is ook een beetje de nieuwe technologie. Eigenlijk kant op, dus de techniek kant op. Dat is 5 uur in de week. En daarnaast heb je daar natuurkunde en scheikunde. Dus genoeg techniek. Genoeg techniek. Ja, ik heb er ook nog één van. Heb je in de eerste klas voor huiswerk of kun je dat in de les maken? Nou, het is bijvoorbeeld zo bij wiskunde. Dan krijg je een paragraaf opgegeven. En die kan je dan gaan maken, ook in de les. En als je er nog niet meer klaar bent, kan je verder gaan na schooltijd. En nou, bij mij is het meestal zo. Dan krijg ik opdracht opgegeven, net zoals bij wiskunde. Dat je het in de les kan maken en als je daar nog niet meer klaar bent. Dan kan je na schooltijd maken. Maar je krijgt ook wel geregeld huiswerk op wat je gewoon na schooltijd moet maken. En moet je dat dan heel laat in de avond maken of zo? Of, Emma, of wanneer moet je dat dan maken? Nou, als je klaar bent met school of zeg maar na schooltijd. Ja, het kan natuurlijk elk moment van de dag wel. Ja. Het kan ook in de pauze, maar dat gebeurt niet heel vaak. Nee, want je moet ook even pauze hebben, even ontspannen. Ja, ja. En hoe lang ben je bezig met je huiswerk ongeveer? Ja, ik ben zelf ongeveer 1,5 uur per dag bezig. Het verschilt ook wel hoeveel ik heb, maar het valt best wel mee. Het klinkt misschien heel veel, maar het valt heel erg mee. Want dat is in het begin natuurlijk wel wennen, want je bent niet zo gewend dat je echt elke dag huiswerk krijgt. Nee. Moet nee, ook iedere keer gelijk afgemaakt worden? Nou, soms ook kan je het een dag later inleveren of gewoon soms de volgende dag. En als je er moeite mee hebt, kan je ook altijd je docent gewoon een berichtje sturen. En die begrijpen dat meestal wel. Dus ja. Ja. Oké, duidelijk. Heel goed. We hebben hier nog een vraag gekregen in het chat. Hoe gaan jullie om met leerachterstanden vanwege corona? Dat is natuurlijk een hele goede vraag, want ja, daar maken best wel veel kinderen zich ook zorgen om. Want ik heb misschien wel heel veel lessen gemist. Je werkt nu wel thuis online misschien, of je werkt in je spellingsboek of rekenboek. Maar hoe gaat het dan wanneer je hier komt? Sowieso wanneer je hier binnenkomt, zijn er verschillen, die zijn er natuurlijk sowieso. En elke docent gaat aan de slag van waar sta je, welk niveau sta je en welk niveau moet jij straks eigenlijk hebben om in klas 1 door te gaan. Dus we proberen binnen klas 1 echte niveaus binnen de klas enigszins gelijk te krijgen. En wat ik net al zei, we hebben gesprekken, ook coachgesprekken. Wat heb jij nou nodig? Misschien heb je extra begeleiding voor Nederlands nodig of voor wiskunde of voor Engels. Daar gaan we dan met jou ook tijdens de intakegesprekken ook over hebben. Wat heb jij nodig om, nou goed, de moeilijke periode waar we nu toch uitkomen. Nou, om daar weer bovenop te komen allemaal. Ja, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Iedereen. Ja, zeker weten. Feline, jij zei net dat je een laatste vraag had. Ja. Maar alle vragen zijn al beantwoord. Helemaal beantwoord. Ja. Oh. Nou, misschien zijn er zometeen nog genoeg dingen bij antwoord. Kun je straks nog even geven, reageren op iemand? Mevrouw de Heij nog? Ik heb nog heel veel, dus ik wil wat doorgeven aan Feline. Ja, dat is ook mooi. Ik heb ook nog een vraag nu via de chat binnen. Wat maakt ons verder zo uniek ten opzichte van Stadskanaal? Wat een prachtig geformuleerde vraag. Ja. Ja. Als je Stadskanaal en Onstwedden naast kan zetten, zijn er veel overeenkomsten. Wat maakt het uniek? Ja, ik denk wel echt dat de kleinschaligheid het uniek maakt. Waardoor wij als docenten een hele korte lijn hebben met ouders, met kinderen. Je kent eigenlijk elk kind wel. En dat wil ik niet zeggen dat jullie dat hier niet zien of dat jullie de kinderen niet zien. Maar bij ons is het toch wel de helft als ik hoor dat het 450 zijn. En bij ons 220 maakt dat echt wel uit. Ja. Uniek is denk ik dat je het TL af kan maken bij ons, GTL. Dus de vierde klas van GTL. Ja, en de uitstroom is anders. Maar dat is niet echt uniek. Ik denk dat het uniek is dat het kleinschalig is. En dat we als docenten elkaar allemaal heel goed kennen. Dat de secties klein zijn. Dat je dus goed kan overleggen. Dat alles het gewoon mooi gestroomlijnd gaat. Ja, en dat is ook een beetje wat ik net ook zei. Denk gevoel van leerling. Voel jij je prettig in Onstwedden en moet je dat gewoon doen? Ja, zeker maakt weten. Maakt niet uit. Ja. Nee, sommige kinderen vinden een grote school lijkt ze geweldig. Ja. En, ja. Kiezen wat goed bij past. Ja. Mevrouw Drent.
Ik had nog een vraag over het huiswerk maken. Er staat, moet ik het huiswerk thuis maken of kan het ook op school met begeleiding? In principe hebben wij op school geen huiswerkbegeleiding. Je wordt wel natuurlijk bij een mentor, die kan je begeleiden als je er bijvoorbeeld wat moeite mee hebt. Van hoe plan ik nou eigenlijk mijn huiswerk? Of ik kom hier niet helemaal uit. Daar is de mentor wel voor om je daarbij te helpen. Maar echt het huiswerk zelf maken, op school hebben we daar geen moment voor dat je bijvoorbeeld met begeleiding hier je huiswerk zou kunnen maken. Dat is toch echt iets wat je thuis moet doen. Maar er is wel een mentoruur en een begeleidingsuur. Ja. Wat is daar dan precies het verschil tussen? Mentoruur, dan zit je echt met de hele klas bij elkaar en dan praat je echt met z'n allen over bepaalde zaken. Over hoe leer ik nou plannen, hoe ga je met elkaar om, ook in de klas en op school en met al zulke zaken. Ja. En begeleidingsuur is echt wat meer gericht per leerling. Als je echt een bepaalde leerlingen die echt heel veel moeite hebben met plannen, die niet genoeg hebben aan dat moment in de klas, dat je dan nog even met een klein clubje bezig kan van goh, hoe pakken we dit nu aan? Dat je echt even heel erg gericht op een paar leerlingen zelf bezig kan. Ja. Dat is wat je meer met begeleidingsuur. Dat je net even wat in een wat kleiner clubje of misschien 1-op-1 met je mentor gewoon even rustig kan kijken. Wat gaat er misschien niet zo goed en waar kan ik als mentor jou even iets verder bij helpen? Dat is wat meer wat je bij begeleidingsuur doet. Dan ben je net even wat meer 1-op-1 bezig. En Feline, hoe is dat in ons Wedde? Wij hebben alleen mentoruur. Wij hebben volgens mij geen begeleidingsuur. Nee, mevrouw de Heijs, dat klopt. Je kan bij ons wel huiswerk onder begeleiding, maar op school maken. Dat kan een aantal momenten in de week, het 8e uur. Er is gewoon een aantal kinderen dat het lastig vindt om zich thuis te concentreren. En dan kan je bij ons op school je huiswerk maken. We hebben ook wel eens leerlingen die zitten echt wel een tijd huiswerk te maken bij ons. Totdat het af is en dan pas naar huis gaan. Ja. Maar dat is niet echt begeleid. Alleen je maakt het dan wel op school. Omdat het op dat moment tijdelijk gewoon thuis even niet lukt. Mm-hmm. Ik heb nog wel een mooie vraag voor jullie, Emma en Feline. Deze komt van Felix van CBS De Zaaier uit Vlachtwedde. Mag je in de onderbouw, in de pauze, gewoon van het schoolplein af? Nou, bij ons niet. Bij ons moet je op het schoolplein blijven of binnen. Omdat je mag niet van het schoolplein af in de pauzes. Nee, wel als je vrij bent, toch? Ja, wel als je vrij bent. Gelukkig. Bij ons anders niet. Bij jullie ook niet? Nee, bij ons kan je gewoon in de kantine zitten of gewoon naar buiten. Daar is ook een pannenkooi en dan kan je dan gewoon in gaan voetballen. Of je kan gewoon in de kantine, maar je mag ook niet van het schoolplein. Nee, inderdaad. Dus je bent een beetje... Felix, je bent een beetje binnen, een beetje buiten. En niet van het schoolplein af. Jammer. Nee. Meneer Spijker. Ja, ik heb één vraag. En dat is, is er voor iedere leerling een kluisje? Ja. Antwoord, maar het vergt enige uitleg. Ja. Wij reserveren voor alle leerlingen die hier op school komen een kluisje. Daarvoor betalen ze €20. Daar krijg je 2 sleutels bij. Lever je aan het eind van het jaar of van de 2 jaar, dat ligt eraan welke richting je doet, of je TL-basis... Want basis en kader zit in 2 jaar. Ja. Als je van school afgaat en je levert 2 sleutels in, dan gaat de borg die je betaalt, die €20, gaat over naar de volgende richting. Zeg maar, of de Engelandlaan of de Stationslaan. De Sportparklaan die heeft andere normen met kluisjes, okay. Dus dat geld wordt teruggestort op de rekening. Maar, dus iedereen betaalt €20 voor 2 sleutels. Ja. Ben je een sleutel kwijt, dan zullen we een nieuw slot in dat kluisje moeten zetten. En dat kost €20. Maar waar moet ik dan met die 2 sleutels naartoe? Als ik hier kom als leerling, waar moet ik dan 1 hou je bij je en 1 heb je thuis. Oké, dus 1 neem je elke dag mee naar school. Ja, en 1 hou je thuis als reserve. Emma en Feline, wat stoppen jullie in je kluisje? Nou, ik stop altijd mijn jas in mijn kluisje en ik heb bijvoorbeeld met NET, dan heb je een map en die heb ik ook altijd in mijn kluisje liggen. En soms als ik een hele drukke dag heb, dan leg ik de helft van mijn boeken leg ik dan in mijn kluisje en de rest laat ik in mijn tas en in pauze, dan wissel ik het om. Heb je ook niet zo'n zware tas? Nee, dan heb ik niet meer zo'n hele zware tas. Nee. Ik doe ook meestal mijn jas erin en als ik later op de dag pas gym heb, dan leg ik mijn gymtas, want ik neem altijd een aparte gymtas mee, want anders past het niet echt in mijn tas. En die leg ik dan meestal ook in mijn kluisje, zodat ik hem niet naar elke klas mee hoef te slepen. Want je hebt dus apart even gymkleding mee, aparte tas. Ja. Moet je ook gymschoenen aan of zo? Of? Ja, maar in de zomer, dat was toen ik net op school kwam, gingen we op het voetbalveld. Dus dan moet je wel buitenschoenen hebben, want anders kan je niet meer met die schoenen hebben. Oké, maar dat zegt de docent van gym wel. Ja. LO noemen we dat hier. Ja. Ja, en jullie maken dus echt gebruik ook van dat kluisje. Ja.
Ja, dat is heel handig. Dus het is natuurlijk ook heel verstandig om je telefoon erin te leggen als je gymles hebt, hè? Ja. Dat kan daar in ieder geval niets mee gebeuren. We hebben ook telefoontassen, maar ik zou mijn telefoon in mijn kluisje doen. Want kunt u dat uitleggen, meneer Spijker? Een telefoontas? Ja, de telefoontassen. In ieder lokaal hangt een telefoontas. En bij binnenkomst in het lokaal moet je dus je telefoon gewoon in die tas hangen. En aan het eind van de les mag je hem er weer uithalen. Ook bij gym. Maar voor mijzelf zou ik altijd zoiets, zoals mijn portemonnee en mijn telefoon, zou ik altijd in mijn kluisje doen. Welk kluisjenummer is van u? Ik heb zelf geen kluisje, maar ik heb ook geen gym. Jammer. Helaas. Jammer. Ik mag nooit binnenkomen. Feline, is dat bij jullie ook zo? Werkt dat ook zo? Ja. Ja? Ja, ik weet eigenlijk geen antwoord. Meneer Westerhof. We beginnen een beetje door de vragen heen te raken. Hoe laat mag je eten en drinken is hier een vraag. Nou ja, dat heeft te maken met de pauzes. We hebben twee pauzes. We hebben een korte pauze en een lange pauze. We hebben de pauzes ook gesplitst. Dus basiskader die heeft na 2 lesuren een pauze. Dan weer 2 lesuren pauze en dan weer lesuren. En voor TLH VWO geldt, die hebben eerst 3 lesuren, dan een pauze. Dan 2 lesuren en dan weer een pauze. Dus die pauzes die zijn gescheiden omdat we, de hoeveelheid leerlingen, werd net al gezegd, 400 leerlingen, dat past niet allemaal in één kantine. Dus vandaar de gescheiden pauzes. En dan mag je eten en drinken. Ja, en dit is mijn laatste vraag, een van mijn laatste vragen. Wat zijn de lestijden? Elke les duurt 45 minuten. Dat gaat vanaf 8:30 en dan zeg maar steeds verder. Het geen 50 minuten? Oh ja, 50 minuten. Ik schrok al. Ja, 50 minuten. Dat komt omdat we toen in het begin van de corona, omdat we in de gangen toen moesten een tijdje, dat de docenten later, hadden we even een tijdje 45 minuten. Ja. Dus vandaar dat Emma 45. Ja, dat bedoelde ik. Geeft niks, Emma. Ja. Dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was de vraag. Mevrouw De Heij, u had nog een vraag voor Feline. Ik heb nog wel een boel. Ik ga even kijken. Feline, Amy van Winkoper, Nieuwe Pekela, die vraagt of we ook muziek en tekenles geven in onze verder. Ja, tekenen, dat doen we meestal bij beeldende vorming. En daar verf je ook en daar doe je gewoon een beetje creatieve dingen. Wat was dat? Muziek. Oh, muziek, dat is ook een apart vak, dat heb je ook gewoon. En daar maak je gewoon muziek of daar leerdingen. En daar hebben we ook een apart programma voor. Dat heet Beats and Bits. En daar moet je dan soms een stukje van piano moet je dan leren. En dan moet je noten lezen. En daar kan je gewoon dat doen op een apart programma. Ja, en wij hebben dezelfde muziekdocent als hier aan de Maastricht, volgens mij. Meneer Verhart. Ja. Ja. Klopt. Dat er nog een mooie vraag op? Ja, zeker. Goed. En er wordt gevraagd door Dianne hoeveel jaar ze in ons werk op school kan blijven als ze HAVO VWO gaat doen. Nou, dan kan je 3 jaar doen bij ons, HAVO VWO. En daarna maak je de overstap naar Stationslaan. Dat is altijd wel een beetje spannend. Maar dat is ook als je naar de 2 basiskader naar de Sportparklaan moet. Dat is ook altijd spannend. Het voordeel is dat het voor heel veel kinderen spannend is, want ze kiezen dan een profiel en de klassen worden allemaal weer gemengd. Dus iedereen moet weer opnieuw vrienden en vriendinnen maken. Dus dat is altijd heel erg spannend, maar wel ook heel erg leuk, zodat je je weer op een andere manier kan ontwikkelen. En profiel kiezen, mevrouw De Heij, wat bedoelt u dan? Wat moeten leerlingen dan kiezen? Ja, ik ben daar niet heel erg in, maar ik weet dat als je HAVO of VWO heb je 4 profielen en basiskader, dat weet meneer Westerhof waarschijnlijk wel. Weet meneer Westerhof dit? Voor basiskader kiezen ze natuurlijk aan het eind van klas 2 kiezen ze profielen. Dat is, je gaat af de techniekrichting op, dat is PIE, dat is produceren, installeren, energie. Je hebt motorvoertuigen en transport, dat is MNT. Je hebt BWI, dat is bouw, wonen en interieur. Daarnaast heb je zorg en welzijn, MND, mens en dienstverlening. Ja, SBM. Ja. SBM, die kant ook nog op. Ja. En voor de TL heb je technasium. Bij mij hoor. Technasium is natuurlijk voor de HAVO-VWO. Voor de TL heb je TNT of DNP. En zij kiezen in klas 2. Ja. Ja,
Eindklas 2. Ja. En HAVO VWO, want ik had natuurlijk nu even een nadenktijd. kun je 4 profielen kiezen. NNT, NNG, ENM en CNM. En daar heb je een verplicht deel in. Een vrije keuze. Nou, dat is heel mooi. Kan je voor een deel toch nog wel heel erg zelf bepalen wat je wil. Wat aansluit bij jouw interesses en bij jouw... Ja, dus je kiest een profiel op wat je graag wil worden. Later, zeg maar. Ja, maar sommige profielen zijn zo breed dat je daar nog heel veel mee kan. Ja. Dus dat is heel fijn. Oké. Ja. Ja, misschien een vraag die je hier wel op aansluit, die kwam in de chat, of er in de bovenbouw ook uitwisseling is met buitenlandse scholen. Nou, dat hebben we zeker. Ja. Op de stationslaan, HVWO, in HVO 3 gaan we met K naar Frankrijk. Dus de kinderen maken ook al contact met de kinderen waar zij daar naartoe gaan, met leerlingen. En dan kom je bij een gezin, je onderneemt allerlei activiteiten en je leert natuurlijk de Franse taal dan spreken. En VWO 2 en VWO 5 die gaan ook naar Duitsland, naar Aurich. Eigenlijk hetzelfde concept. Je maakt ook contact met de kinderen daar. En nou, verblijf daar. Dus dat is eigenlijk wat de uitwisseling met de bovenbouw gebeurt op de stationslaan. Heel erg leuk. Nog een vraag van de chat binnen? Of... Ja, ik heb een heleboel vragen komen er ineens binnen. Van Anne heeft bijvoorbeeld een vraag. Moet ik douchen bij gym? Nee, douchen is niet verplicht. Oké. Okay. Nee. Nee, we zeggen vaak wel van wil je even opfrissen, neem even een washandje mee, dat kan natuurlijk, neem even drinken mee. De meeste kinderen is gewoon deo en we gaan weer naar de volgende les, maar douchen nee. Nou, belangrijk om thuis dan even lekker te zeker douchen. Zeker weten, ja. En wij geven ook eigenlijk altijd wel de tip mee om wel je gymkleding naar een les even weer mee te nemen naar huis. Want soms blijven ze wel in de kluisjes liggen en dat ruikt niet zo fris, hè meneer Spijker? Nee, het gaat een beetje stinken in die kluisjes. Dan kun je ook zien, die deur is naar bol. Ja, precies. Ja. Dus wel goed je gymkleding meenemen om te wassen. Even kijken, waar waren we gebleven? Ik heb nog een vraag. Misschien kunnen jullie die wel beantwoorden. Hebben jullie nog vragen, Feline? Nee, misschien weten jullie dit. Felix vraagt, kan ik voor de zomervakantie al kennis maken met mijn klasgenoten en mentor? Nou, hebben jullie dat wel gehad? Nou, wij hadden toen die kennis maken om 1,5 meter. Ja. Maar ik weet niet hoe dit jaar gaat met corona. Maar wij hadden dat wel gedaan. En ik denk als er geen corona meer is en het kan allemaal wel, dan wel. Ja zeker. Ja. Dat is ook zo, Emma. Ja. Ik had die vraag ook op mijn briefje staan. Oh. En ik had even mevrouw van Sloten gevraagd of er nog iets bijzonders in te schieten was. Wie is mevrouw van Sloten? Mevrouw van Sloten is de locatiedirecteur van... het is jouw baas. Oh. Ja, ik weet het wel, maar ik denk de leerling die nu zitten te luisteren... Ja, denk, je schrikt er zo van. Sloten. want inderdaad, dat is natuurlijk anders. En wat Emma zegt... We zijn gewend om voor de zomervakantie alvast kennis te maken met je nieuwe klas. Ook in ons tweede is dat zo. En we hopen natuurlijk dat dit jaar wel weer kan. Maar als het niet zo is, begreep ik dat er misschien nog wel een virtuele rondleiding kwam voor de zomervakantie. Dus dan heb je al wel even het gebouw gezien. Je klasgenoten misschien nog niet, maar al wel even kennis gemaakt met de locatie. Ach joh, je moet nog lang genoeg hier op school zitten. Ja, al die jaren. Ja. Zeker. Mevrouw Trent. Ja, yes, misschien ook voor misschien dat Feline en Emma. Welke vakken worden er eigenlijk allemaal gegeven in de brugklas? We hebben er natuurlijk al een aantal gehad. Nederlands, Engels, Frans en Duits voor de talen. We hebben al NNT gehoord, maar er zijn ook nog wat meer vakken. Misschien dat jullie nog kunnen aanvullen welke vakken we nog meer hebben. Ja, geschiedenis heb je ook. Aardrijkskunde. Je hebt ook godsdienst en levensbeschouwing. Je hebt hier ook muziek en beeldende vorming natuurlijk. En de kernvakken, wiskunde, Nederlands en Engels. En dat zijn eigenlijk een beetje alle vakken. Heb je nog aanvullingen? Nee. Nee? Goed. Felix vraagt, een vraag die binnen is gekomen via de chat, plus op maat. Mag ik hier kiezen uit vakken? Hoe werkt het? We hebben het er net al even over gehad. Alle richtingen hebben eigenlijk plus op maat. Ja, ja, dan hoef je niet echt uit een vak te kiezen. Of mevrouw Drent, of zal ik maakt mij niet uit. Aanvullen? Plus op maat, als je bijvoorbeeld in een bepaald vak heel goed bent, dan mag je dus, je moet op een bepaald gemiddelde staan, dan mag je een uur minder van het vak volgen, met wel wederzijds goedkeuring, ook van de docent die voor je les hebt. En dan mag je eigenlijk gewoon zelf uitzoeken met de plus op maat coördinator, wat voor soort iets je gaat doen. Het kan zijn bijvoorbeeld dat je Spaans ontzettend interessant vindt, nou dan ga je Spaans doen. Dit jaar heb ik leerlingen die doen Cambridge Engels. Die zijn dus heel goed in Engels en die willen zich nog verder verdiepen in het Engels. Dus die gaan een Cambridge Engels volgen. Oh. We hebben leerlingen die bezig zijn volgens mij met een soort met de computer. Allemaal interessante... ICT-achtige. Ik ben niet zo ICT-achtig. Dus, maar je kunt echt helemaal zelf eigenlijk je hele ei erin kwijt. Als jij zegt, daar ligt mijn interesse, fotografie, daar wil ik gewoon wat mee doen. Nou, dan kun je daar gewoon mee bezig gaan.
Dat mag iedere leerling die gewoon wat extra, die wat over heeft op een bepaald vak, kan daar gewoon in principe aan meedoen. Ja, want je vertelde net van, er kan een uur geschrapt worden van een aantal vakken, maar dat hoeft niet per se. Nee. Want je mag ook gewoon het lesrooster gewoon blijven volgen en nog buiten je uren dat je dan nog plus op maand mag volgen. Ja. Dat mag ook. Ja. Alles in overleg met de coördinator. Alles in overleg, ja, zeker weten. Meneer Spijker, heeft u Ik ben erdoor. U bent helemaal door. Dan heb ik nog een vraag, hoor. Ja, dan heb ik nog wel een vraag, meneer Spijker. Ah. Ik heb hier van Huub, die vraagt, is je fiets neerzetten op school eigen risico in verband met diefstal? Ja, toen was u even stil, hè? Ja. Goed gedaan, Huub. Ja, wil je die vraag even parkeren, dat we daar op terug komen? Ja, daar komen we even op terug, Huub. Dat durf ik niet te zeggen zo. Nee, dan hou ik hem even apart. Nee, die wordt ooit wat gestolen, gelukkig. Dus, nou, gelukkig. Geen fietsen, dat heb ik nog niet meegemaakt. En in ons verder, mevrouw De Heij? Nou, dat weet ik ook niet. Er staan zelfs heel veel fietsen bij ons gewoon niet op slot. Oh. En volgens mij staan ze er 's middags gewoon nog steeds. Maar hoe dat zit met eigen risico, weet ik niet precies. Nee. Nou, gaan we navragen, Huub. Meneer Westhoff, had u nog vragen? Ik ben er eigenlijk een beetje doorheen. Nou, ik heb hier nog eentje dan. Als dat nog even mag. Mag het nog? Kan het nog? Ja, het kan nog. Felix vraagt van CWS de Zaaierad Vlagwerre. Ja, het is een heel lijstje opgesteld, hoor. Echt. Ja. Wat is nou precies technasium? En begint dat ook meteen in de brugklas? Nee, in de brugklas heb je een oriënterende opdracht op technasium. Technasium is voor HAVO-VWO-leerlingen. Dus aan het eind van periode 4 heb je een oriënterende opdracht voor technasium. Dus lijkt jou dat wat? Dan heb je in klas 2, heb je 3, 4 heb je technasium. Dat heet ook wel O&O, ontwerpen en onderzoeken. Dat doe je samen met het bedrijfsleven. Dus een bedrijf heeft een probleem. Die parkeert dat probleem bij jou als leerling. En dat werk je altijd samen met andere leerlingen. Dat probleem ga jij onderzoeken. Je gaat een ontwerp, schaalmodel voor maken. En uiteindelijk presenteer je jouw oplossing aan een bedrijf. Dus de bedrijf komt met de opdracht. En jij bent eigenlijk voor een extern bedrijf een opdracht aan het uitvoeren. Klinkt heel interessant. Ja. Ja. Ja, ik heb nog een vraag. Ja. Ja. In de chat kwam nog een goede vraag over een dakpanklas. Een dakpanklas, wat is dat dan? Want we hebben het al gehad over combinatieklassen. Maar een dakpanklas is eigenlijk een klas, bijvoorbeeld een HAVO-VWO-klas, waarbij je dan het hoogst niveau lesgeeft. En de vraag is of wij dat hier hebben. Wij hebben geen dakpanklassen. Dus je wordt geplaatst op het advies van je juf of meester, bijvoorbeeld in een HAVO-klas. Wanneer je in een combinatieklas terechtkomt, HAVO-VWO, dan krijg je dus op jouw niveau les. Maar een dakpanklas hebben we niet. Wat ik net al wel zei, we gaan goed coachen, we gaan gesprekken met je hebben. Dus we gaan je goed in de gaten houden. Weer de kansrijke plaatsing van juf of meester. Heb daar een gesprek over wanneer je wordt geplaatst. En dan gaan we op dat moment goed volgen wanneer je bij ons binnenkomt. Dus geen dakpanklassen, maar misschien kan het zijn dat je in een combinatieklas terechtkomt. Misschien heb ik hem zelf ook even gemist, maar nog een vraag via de chat. Is Plus op Maat ook in ons Twedde? Nee. Nee, hè? Plus op Maat is niet in ons Twedde. Okay. Nee. Nou, ik wou nog wel wat zeggen, want waar ik zelf heel erg bang voor was toen ik naar de eerste ging. Want ik kwam niet bij mijn beste vriendin in de klas. Dus ik dacht, nou, dan is het misschien wel heel eng, want dan heb ik geen vriendinnen en zo. Maar je maakt heel snel vrienden en vriendinnen, omdat iedereen, dat is bij heel veel zo. En ik heb wel geluk gehad, want ik heb een heel groot deel van mijn klas. Daar heb ik mee in groep 8 gezeten. Maar je maakt heel snel vrienden en vriendinnen, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus daar, ja, dat is eigenlijk altijd wel zo. Ja. Dat is mooi. Leuk, dat is mooi om te horen. Ja, dat zijn de verhalen natuurlijk. Dat maak je allemaal mee. Ja. Natuurlijk, iedereen is er zenuwachtig over en spannend. En hoe ja, maar dat heeft iedereen. Dus daar hoef je niet per se bang voor te zijn. Dat is eigenlijk heel normaal, zeg maar. Ja. 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 Hebben jullie nog een tip? Feline, heb jij misschien nog een tip wat je juist wel moet doen als je net op school bent? Waarvan je misschien denkt, wat Emma zei, oeh, vind ik wel spannend. Maar dat moet je wel gewoon doen. Gewoon contact maken met mensen uit je klas. Want als je dan niks gaat zeggen, dan leer je de kinderen uit je klas die je nog niet kent ook niet heel goed kennen. Dus je moet dan wel gewoon met ze gaan praten, zodat je ze leert kennen. En dan maak je ook snel vrienden en vriendinnen. Ja. Mooi. Mevrouw De Heij. Ja, ik heb nog wel eentje. Er vraagt iemand wat voor opleiding je moet doen als je nou, bijvoorbeeld moeilijk vindt om je goed te kunnen concentreren. Nou, hij heeft nu een wiebelcursus bijvoorbeeld op school. Hoe zit het dan bij jullie op school? Nou, ik weet inderdaad dat in het basisonderwijs veel met wiebelcursus wordt gewerkt. Of met koptelefoons, zodat je niet zoveel prikkels krijgt. Zelfs wel eens met de binnenbanden tussen de tafelpoot, zodat je lekker kan wiebelen met je voeten.
Dat is op het voortgezet onderwijs wel een beetje anders. Want je gaat natuurlijk elke uur naar een ander lokaal. En dan je wiebelkussen de hele tijd onder je arm. Dat denk niet dat je dat zelf ook heel erg prettig vindt. Maar als je het wel wilt, mag het wel? Uiteraard mag dat. En bovendien, ik wilde inderdaad zeggen, we gaan altijd heel goed overleggen met je meester of juf van groep 8. Ja. Dat is heel veel overleg. En die meester of die juf kent jou natuurlijk het allerbeste. Die kent jou veel beter dan de nieuwe mensen op het UBO. En die gaat dan ook zeggen, weet je, bij hem kan je het beste deze aanpak doen. En Piet, die is wel eens onrustig. En als je nou even een rondje loopt lopen in de pannenkooi bijvoorbeeld bij ons. Of je laat hem even 5 keer met de bal schieten. Dan kan hij daarna er weer tegen. En dat is gewoon heel mooi. Als je samenwerkt met de basisschool. Dat die meester juf gewoon jou zo goed kent. Dat hij door kan geven aan een nieuw mentor. Ja, ja. Heel belangrijk. We moeten afronden. Het is altijd. Het is altijd. Ja, het is snel gegaan. Nou, we willen jullie natuurlijk heel erg bedanken voor al die mooie en goede vragen. Probeer ook, als je straks nog vragen hebt, mail ze of vraag aan je juf of meester of aan iemand thuis. Want het is belangrijk dat jij weet waar je straks naartoe gaat en dat je een beetje weet van de school. Maar ook hopen wij natuurlijk allemaal jullie straks gewoon hier op school te mogen begroeten. Dus heel erg bedankt voor alle vragen en we hopen jullie allemaal gauw gewoon op school te mogen zien. Ons panel nog bedankt. Bedankt voor het beantwoorden van alle vragen. Super. Ook achter de schermen natuurlijk, voor alle binnengekomen vragen. Ja. En bedankt. Ja. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Doei.